We zijn 2019 en het is hier op deze plek. Ah nee, nee, wacht, stop. Het is aan de andere kant, kom. En voilà, het is dus hier dat het allemaal is begonnen. 1969 en de bandensporen staan er nog. Oké, okay. Let's go. Hoi. Plat. Nog voor de start van de laatste halve etappe kon de Belg Eddy Merckx breed uitlachen. Want hij wist zijn leiderspositie in het algemeen klassement onbereikbaar. Ook voor de Fransman Poulidor, die in deze tijdrit naar Parijs een achterstand van ruim 20 minuten onmogelijk kon overbruggen. Pigeon eindigde als derde. Maar dat was ruim voldoende voor de tweede plaats in het eindklassement. Merckx, als laatste gestart, toonde nog eens zijn suprematie door ook deze tijdrit sneller dan alle anderen af te leggen. 6 etappenzegers, winnaar van het punten-, berg- en ploegenklassement en de eindzege. De Tour de France 1969 zal ongetwijfeld de historie ingaan als de glorieuze Tour van Eddy Merckx. Weet je nog het jaar dat je voor de eerste keer met casino's hebt meegedaan? Dat was in 71 geweest zijn, denk ik. We zaten in het cabine met de kinderen en daarnaast kwamen altijd mannen met koerstruien. We vertrokken om 10 uur naar de casino en daar reden we de dijk af, dus zo het bos door. Toen kwamen we op de grote baan, die staken we dan over en weer een polderken in en dan moesten we nog eens een baan. De baan van naar Sluis, die moesten we oversteken. En dan de volgende baan was dan de baan van Knokke, die moesten we ook oversteken. En dan reden we zo voort tot aan de bakkerin in Dammen. Hè. En daar stopten ze dan en er werd dan een tas koffie gedronken en een paté gegeten. Hè. En dan vertrokken we daar dus terug naar de Groene Wandeling en dan werd daar een pint gedronken. Hè. En ja, we lachten dan in de Groene Wandeling. Dat was dan bij de Zwarte Maria, ontstinkend water noemden ze dat. Hè. En dan zegt van Lieke bij de stinkende Maria, ont zwart water. Inderdaad, dat was de Zwarte Maria, ontstinkend water. Hè. die twee wouden, de ene is een stinker en de andere een blinker, zeggen ze hier zeker. Hè? De stinker en de blinker, inderdaad. Zeggen ze, bij de Zwarte Marian stinkend water. De stinkende Marian zwart water. Op een gegeven moment ben ik in gesprek geraakt met een van die mensen. En die vertelde toen dat ze elke dag fietsten aan het casino. En van daaraf ben ik ook naar daar gegaan en ben beginnen mee fietsen. Had je ooit gedacht dat het zo groot ging worden? Nee, eigenlijk niet. Dat was de bedoeling van 20, 25 mensen die bij elkaar fietsten. En nooit gedacht van fel uit te breiden in feite. Maar dat kwam vanzelf natuurlijk, kwam er altijd bij. En het werd groter en groter in feite. Hè. Vandaag is dat met honderden mensen. Toen waren we met 15, 20 mensen die dus meereden in feite. Hè. Dus het was ook uiteraard gemakkelijker te managen, zal ik maar zeggen, die groep. En te leiden dan die vandaag. Vandaag is dat een job op zichzelf in feite. Hè. Toen was er nog eigenlijk geen sprake van het casino-team. GBC, daar is het uitgegroeid. Ja, de Spanjaards die hadden toen een fabriekje van fietsen. Hè. Dus wij gingen allemaal ons fietsen halen daar in dingen bij de Spanjaards. Ja, bij Libertas. Hè. En GBC werd dan omgebouwd naar Gentleman Bicycle Club. En zo ontstond eigenlijk de eerste casino team dat er ontstond met de naam Libertas. Wij kwamen om 2 uur thuis gewoonlijk. 2 uur in de namiddag kwamen we thuis en dan hadden we inderdaad en hadden we overal gewoon pinten liggen. Ja, want de Jos Vermeijlen, dat was inderdaad, dat was, die bibberden altijd. Maar als je bier dronk, dan bibberden die niet meer. Om 2 uur middags, de gordijnen dicht. Ja. En ze bleven zijn tot 3, 4 uur. Okay. En jullie gaan zeker naar Breden, naar het strand. Dat is met de Arafat staat daarop.
De Jos Vermeijlen, eigenlijk de grondlegger van het casino-team. Hè. Dat waren met 3 of 4 man. De 2 regenten uit Heist, Jos Vermeijlen en ik. Wij zijn beginnen fietsen. De 3 pioniers, hè, dat was toch ja, mezelf dan, Walter en Raymond Segaar. Jos Verhagen sponsorde toen onze club met zijn bedrijf Verhagen Olivetti. Toen in die tijd was ik alleen sponsor. Ja, vandaag zijn er zoveel sponsors erop. Je ziet, toen was er toch al een pak meer volk aan het casino. Met de klassieke truikens nog, god met ja, Georges Carabay nog erbij. De Gerrit, ja, Ludo. Ludo viel op met zijn een trui, want hij had de ene aparte trui erin, in feite. En hier is een mooie, kreeg ik een paar wielen overhandigd door de Eminence Grise toen van het casino team. En dat was eigenlijk mijn verdienste, was toen dat ik wereldkampioen geworden was bij de medici en de paramedici. En dat kwam voor mij als een verrassing, want dan hadden die 3 ouderen die op de foto staan, hadden allemaal hun, jammer genoeg, even oude echtgenoten meegebracht. Dat is deze foto hier van 92. Ik weet nog, die truikers die zijn tot stand gekomen. Walter en mijn vrouw, die zijn dat bij Frans gaan uittekenen. Allee, mede de kleur bepalen. Omdat ik heb geen enkel benul hoe wat de kleurencombinaties is. En Walter was dan al een beetje zo gevoelig aan. En dat zijn ze samen met mijn vrouw dat gaan bespreken bij Frans Verbeek. In 92, als ik me niet vergis, gingen we in de Vlaamse Ardennen een trip doen. En ik zie me nog altijd rijden daar. En Marcel Janssens, dus de vader van Luc Janssens, die vandaag nog altijd mee rijdt, hè, komt naast mij gereden. En hij zegt, Jos, je rijdt veel te groot op een grote versnelling. Zijn zijn laatste woorden geweest? Ik ben uiteraard opgegroeid. Ik was een klein kindje toen hij beroepsrenner was, dus ik ben in die wereld opgegroeid. Hij had een bekend figuur geweest, heeft 2 ritten gewonnen in de Tour, 2e geweest in die Tour, Bordeaux-Parijs gewonnen en dergelijke meer. Dus heeft een flinke erelijst opgebouwd. Ze waren nog maar enkele kilometer op pad als hij plots is neergezegen en er was eigenlijk niets meer aan te doen. Het was een donderslag bij klare hemel. Ja. Hij viel gewoon dood. En dat zal ik nooit meer vergeten. En dat waren de laatste woorden. Jos, je rijdt te groot. En gedaan. Want ik reed hier, hij reed hier. Hij viel onmiddellijk dood. Hij was nog maar 60 jaar. Net op pensioen. Net goed van het leven aan het profiteren. En ja, dan gebeurt zoiets. Dat zet u uiteraard met uw voeten echt op de grond. Ja. Dat is met Eddy Merckx. De echte Eddy Merckx. Ja. Ik weet dat hij is meekomen mee fietsen is bij ons. Maar dat was toen een hele attractie in feite dat hij er was. Hè. Die heeft de rit meegedaan. Of enkele dagen hier geweest, maar enkele dagen meegefietst. Ja. Dat was een periode dat Eddy weinig fietste, zwaar stond. En we hebben hem er toen afgereden. Dus we hadden dat nooit niet mogen doen. Je mocht iedereen eraf rijden, behalve de grootste. Dat is toch waar. Wanneer wij samen met die 400 man te samen reden, wanneer dat de nieuwe voorzitter, Rudy, en ik naast elkaar reden, ik vond dat een fantastisch moment. Af en toe worden de mensen een keer stil. Op die dag werd ik stil. Daar stonden een dikke 400 man aan de start. Toen ik terug zei, jongens, luister een keer, toen begon men automatisch te klappen. Ik heb dat zeer geapprecieerd. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En die tijd van gaan was voor mij aangebroken. Ik herinner me nog, de dag dat ik voorzitter werd, zei onze penningmeester, dat hij nu voor 10 jaar, Frank. Het zijn er uiteindelijk 20 geworden. Met zeer veel voldoening. En met enorm
vreugde en content zijn dat ik het kon overlaten, omdat ik wist dat het in zeer goede handen overgelaten werd. Ik hoop, en ik zeg ook tegen Rudy, Rudy, het is voor 10 jaar, maar laat het er ook maar 20 jaar worden. Yeah.